Ja, dat waren weer eens een keer 90 minuten. Ja, lekker. Ja, vorige week ook al. Ik moet zeggen, dat was met een 3-0 voorsprong. Dus dan is het iets gecontroleerder. Maar was wel een zware wedstrijd, moet ik zeggen. En op hoeveel procent zit je nu bij Stijl? Ben je echt weer volledig fit? Ik vind van wel. Ik denk na 1 keer 60 minuten, 2 keer 90 minuten dat ik gewoon fit ben. En ik hoop zo snel mogelijk aan te sluiten. En dan weer ervoor gaan. Had je verwacht dat je misschien al eerder weer bij het eerste aansloot? Nee, in principe niet. Kijk, ik ben daar wel 5 maanden uit geweest. En dan is het niet even 60 minuten, 1 keer 90 en dan zit je er weer bij. Dus ik denk nu 2 keer 90, 1 keer 60, dat het prima is. En we gaan kijken wat gaat gebeuren. En je zegt het zelf al, je bent er 5 maanden uit geweest. Hoe moeilijk was die periode? Ja, lastig. Dat wil geen één voetballer. Weet je. Je wilt het liefst gewoon op het veld staan met de jongens trainen en wedstrijden spelen. En dat zat er even niet in. En dat was wel even balen, maar ik ben wel blij dat ik terug ben. Heb je in die periode ook gedacht van shit, komt het überhaupt goed? Want het was heel lang onduidelijk wat er precies aan de hand was ook. Ja, ik moet zeggen, er waren wel momentjes dat ik dacht van wat is er nou aan de hand en waarom gaat het niet snel? Niet snel genoeg, wat mij betreft natuurlijk. Maar daar had ik het soms wel even moeilijk mee. Maar goed, gelukkig is het uiteindelijk toch goed gekomen. Ja, Ajax zit in een lastige periode. Hoe kijk je nu naar Ajax 1? En specifiek natuurlijk naar Mitchell Dijks, degene die op jouw positie staat? Nee, daar kijk ik niet specifiek naar. Ik kijk gewoon naar hoe die jongens het doen. En dan ga ik niet specifiek op mijn concurrent of eventuele concurrent kijken. Maar ik vind het gewoon jammer dat het team niet draait. En ik hoop dat als ik weer erbij kan zijn, dat ik er een positieve zwaai aan kan geven. Zeg maar. Je zegt misschien al expres een potentiële concurrent. Want wil je persie niet op die linksback-positie richten? Ook op middenveld nog steeds? Ik denk dat ik allebei een beetje rekening mee moet houden. Het is, maar de kansen liggen volgens mij juist nu op de linksback-positie. Of zie ik dat verkeerd? Ja, misschien wel. Maar goed, we hebben natuurlijk ook Weuber die tegen Heerenveen prima deed. En dan kan Nick altijd linksback. Dus dat zijn allemaal dingen voor de trainer, niet voor mij. Ik doe gewoon mijn best en dan kijk ik wel. Wat is jouw voorkeur nog steeds in het middenveld? Ik denk dat daar de meeste kwaliteiten voor mij liggen. En ik moet zeggen dat ik het als linksback dat ik heel veel van leer. En het is goed voor mijn ontwikkeling. Ik ben daar ook gewoon blij mee als ik speel. Als je maar kan spelen. Precies, ja.